Onze voeding bestaat uit koolhydraten, vetten, eiwitten, vitaminen, mineralen, spoorelementen en water. Deze video geeft u informatie rondom voeding en koolhydraten. Koolhydraten beïnvloeden de bloedsuiker, ook wel bloedglucose genoemd. Ze hebben daarom een belangrijke rol bij de diabetesregulatie. Koolhydraten is een verzamelnaam voor zetmeel en suiker. Koolhydraten zijn er in verschillende vormen en komen voor in allerlei voedingsmiddelen. Ze zijn een belangrijke bron van energie voor ons lichaam. Alle koolhydraten uit eten en drinken worden in ons lichaam omgezet tot glucose. Dit gebeurt in de maag en darmen. Als de koolhydraten zijn afgebroken tot glucose, wordt glucose via de darmwand opgenomen in het bloed. Hierdoor stijgt de bloedglucosewaarde. De alvleesklier maakt het hormoon insuline aan. Insuline zorgt ervoor dat glucose vanuit het bloed kan worden opgenomen in een lichaamcel. Bijvoorbeeld een spiercel of hersencel. De lichaamcellen gebruiken glucose als brandstof, zodat u bijvoorbeeld kunt bewegen, nadenken en ademhalen. Naast koolhydraten zijn er ook andere factoren die de bloedglucose kunnen beïnvloeden. Zo kan lichaamsbeweging de bloedglucosewaarde verlagen en ziekte of koorts deze waarde verhogen. Bij diabetes maakt het lichaam geen of te weinig insuline aan en kan het minder op insuline reageren. Dit laatste noemen we insulineresistentie. Hierdoor blijft glucose in uw bloed en stijgt de bloedglucosewaarde. De behandeling bij diabetes is erop gericht uw glucosewaarde binnen de streefwaarde zo stabiel mogelijk te houden, zodat u zich goed voelt en voldoende energie heeft. Maar ook om op de lange termijn gezondheidsproblemen door slecht ingestelde diabetes te voorkomen. Dit doen we met behulp van voedings- en leefstijladviezen. Soms in combinatie met medicijnen in tabletvorm en of het spuiten van insuline. Bij sommige medicijnen of insuline horen specifieke adviezen voor het gebruik van koolhydraten. Het is daarom bij diabetes goed om te weten waar koolhydraten in zitten en wat het effect hiervan is op de bloedglucosewaarde. We nemen de verschillende soorten koolhydraten met u door. Zetmeel, lactose, fructose, saccharose en glucose. Zetmeel bestaat uit meerdere suikermoleculen en noemen we daarom een meervoudig koolhydraat. Voorbeelden hiervan zijn brood, aardappelen, pasta, rijst en peulvruchten. Ze laten de bloedglucose over het algemeen langzaam stijgen. Gebruik van de zetmeelproducten bij voorkeur de volkoren varianten in plaats van de witte varianten. In volkoren producten zitten meer vezels. Vezels zorgen ervoor dat de bloedglucose minder snel stijgt en je krijgt sneller een vol gevoel. Ze helpen hart- en vaatziekten voorkomen en zorgen voor een goede stoelgang. Kies daarom bijvoorbeeld voor zilvervliesrijst in plaats van witte rijst. Volkorenpasta in plaats van witte pasta. En voor volkorenbrood in plaats van witbrood. Lactose, ook wel melkzuiker genoemd, is een koolhydraat. Lactose komt van nature voor in melkproducten. Melkproducten kunnen naast de lactose ook toegevoegde suikers bevatten. Dit zit bijvoorbeeld in vla, vruchtenyoghurt of chocomel. Melkproducten zonder toegevoegde suikers bevatten alleen lactose. Gebruik bij voorkeur naturel of ongezoete zuivel. Kaas is gemaakt van melk. Maar kaas bevat geen lactose en dus geen koolhydraten. Fructose, ofwel fruitsuiker, is een koolhydraat en komt van nature voor in fruit, vruchtensap en honing. In groenten zit minder fructose. Kies bij voorkeur voor het gebruik van vers fruit in plaats van vruchtensap of smoothies. En gebruik geen honing. Saccharose, ofwel tafelsuiker, is ook een koolhydraat. Saccharose bestaat uit een verbinding tussen glucose en fructose. Voorbeelden van producten die saccharose bevatten zijn frisdrank, snoep en zoet beleg. Probeer het gebruik van deze snelle koolhydraten zoveel mogelijk te beperken. Ze leveren veel energie en laten de bloedglucose snel stijgen. Glucose, ook wel dextrose,
is de snelste vorm van suiker en komt voor in druivensuiker. Behandeling van hypoglycemie, ook wel hypo genoemd. Als de bloedglucosespiegel 3,5 of lager is, is er sprake van een hypo. Het is dan belangrijk om de bloedglucosespiegel zo snel mogelijk weer te verhogen tot boven de 4. Gebruik bij voorkeur koolhydraten in de vorm van glucose, omdat glucose heel snel wordt opgenomen in het bloed. De hoeveelheid glucose die nodig is voor de juiste stijging van de bloedglucose is per persoon verschillend. Voor volwassenen kan uitgegaan worden van 20 gram. Hiervoor kun je druivensuikertabletten gebruiken. Het varieert per merk hoeveel gram glucose er in één druivensuikertablet zit. Als u bijvoorbeeld dextro gebruikt, bevat een tablet 3 gram druivensuiker. Gebruik dan 6 of 7 tabletten, dan kom je op een totaal van 18 of 21 gram glucose. Op basis van uw ervaring met hypo's kan deze hoeveelheid voor u worden bijgesteld naar een persoonlijk advies. Bij het gebruik van een insulinepomp of closed-loop system is meestal minder dan 20 gram glucose nodig. We bespreken de aanbevolen hoeveelheid glucose dan met u. Wilt u meer weten over de hoeveelheid koolhydraten per product? Bekijk dan de koolhydraatvariatielijst op onze site of download de app Mijn Eetmeter.